kun je eigenlijk wel afscheid nemen van een dierbare? Mijn persoonlijk antwoord is nee. En ik geloof ook niet dat het nodig is om afscheid te nemen van een dierbare. Fysiek natuurlijk wel, maar mentaal nooit. Je gaat verder met je leven, ook al is het nooit meer hetzelfde als daarvoor. Sommigen praten in gedachten, of zelfs luidop, verder met hun dierbare personen. Anderen storten zich op het werk en proberen de pijn te verstoppen. En dat dit kan horen. Ever.
Want al liever al ben ik in de rouw, wat prachtig was en fijn. Ik vraag me niet af waarom het was, dat het noodlot die wonde sneed. Ik onthoud liever hoe mooi het leven was, dan al dat diepe leed. Voor duizelingwekkend groot verdriet bestaat geen medicijn, want we weten maar beseffen niet hoe onvoorstelbaar kwetsbaar wij wel zijn. Magische